voor de implementatie van de resoluties van de Veiligheidsraad en als onderdeel van het programma van de Caribbean Financial Action Task Force is gisteren de Raad Internationale Sancties, RIS, ingesteld en geïnstalleerd. De Raad zal voor een periode van een jaar opereren. Suriname is net als andere lidlanden van de Verenigde Naties gehouden om de veiligheid op te voeren, met name op het gebied van terrorisme en financiering. De Raad moet als algemene taak toezicht houden op alle dienstverleners, zowel binnen de financiële als niet-financiële sector, rond de uitvoering van internationale sancties op nationaal niveau. De 7e Joint Commission Meeting, GCM 2023, tussen Suriname en Indonesië zal in Paramaribo worden gehouden. Dit werd bekendgemaakt bij de 78e onafhankelijkheidsviering van het Aziatisch land in de ballroom van Royal Torarica. Ambassadeur Julang Pujianto van Indonesië ziet graag dat de banden tussen Suriname en zijn land worden versterkt. Bij de totstandkoming van de samenwerking tussen Suriname en Indonesië hebben regeringen van beide landen sinds 18 mei 1992 een Joint Commission Meeting ingesteld voor de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen op verschillende terreinen. Bevorderen van kennisuitwisseling en duurzame ontwikkeling in de goudmijnsector is voor Nieuwmond Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname officieel de basis geweest voor de ondertekening van een Memorandum of Understanding, MOU. Dit samenwerkingsverband moet de expertise van beide entiteiten combineren om vooruitgang te boeken in de mijnbouwsector en bij te dragen aan de groei van de industrie als geheel. Belangrijkste doelstellingen van deze samenwerking zijn de opzet van een partnerschap tussen Nieuwmond en Arecus en het faciliteren van kennis en expertise binnen de goudmijnsector.